krijg regelmatig de vraag van, nou, zou je niet willen stoppen? Je moet al zoveel opgeven. Maar dan denk ik, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon die medaille en daarvoor moet ik elke dag trainen. Maar, ja, het gave van roeien vind ik is dat je je gewoon helemaal leeg kunt trekken tijdens een race. Het is gewoon echt hard werken. Je moet gewoon heel veel uren maken. Wil je uiteindelijk aan die wereldtop komen? Het was de bedoeling dat ik gewoon geneeskunde zou studeren in Utrecht. Als ik niet was begonnen met roeien, dan had ik hoogstwaarschijnlijk mijn studie al lang afgerond. Ik wil nog steeds heel graag arts worden. En naast twee keer trainen kan ik niet ook nog van 8 tot 18:00 in het ziekenhuis meelopen met de artsen die daar aan het werk zijn. Ik denk dat ik door het roeien goed om kan gaan met tegenslagen. We maken zoveel uren en toch weten we niet elke keer te winnen. En dat is toch wel echt een hele grote domp als je er zoveel tijd in hebt gestopt. Maar op het moment dat we met z'n achter de boot instappen, 8 jongens waarmee je niet tijdens de wedstrijd kunt communiceren, dan staan alle koppen letterlijk en figuurlijk dezelfde kant op. En dat je gewoon blind op elkaar moet vertrouwen om zo hard mogelijk te werken en als eerste over de streep te komen. Nou, ik verdien ergens tussen de, nou goed, dat hangt er een beetje vanaf, 1500 en 2000 euro bruto per maand. Nou goed, ik eet ook nog eens veel meer dan de gemiddelde Nederlander, dus het is geen vetpot. Het grootste offer wat ik heb moeten brengen voor het roeien is denk ik het contact met mijn vrienden. Ja, die zijn allemaal huizen aan het kopen en ze zijn nou nog net niet getrouwd. Dus wat dat betreft hebben ze echt een flinke voorsprong. Als je vergelijkt met mij dat ik hier in Amsterdam-West 7 hoog zit weggestopt. Ja, ik vind dat lastig. Dat zij inderdaad dan met elkaar lol hebben en dat ik bijvoorbeeld aan het trainen ben en het roeien bezig ben. Anderzijds weet ik heel goed waarvoor ik het doe. Het enige wat ik als sporter wil is winnen. En dat betekent de gouden medaille in Rio.